Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoyim. Mi yimelech, malachei ha-melochim, ha-kodosh baruch hu. Parshat Kedoshim, deze Shabbat, op 6 Iyar, dat wil zeggen dat we in deze week al achter de rug hebben Yom HaAtzmaut, de dag van onafhankelijkheid van de staat Israël, en dat weer vooraf gegaan door Yom HaZikaron, de dag van de nagedachtenis, de dag dat in Israël worden herdacht. Al die soldaten en burgers die omgekomen zijn in oorlogen, in terreuraanvallen enzovoort. Maar daarna is Yom HaAtzmaut gevierd in volle vreugde om het bestaan van deze staat, die ze zo graag zou willen, om het positieve en het opbouwende te kunnen overbrengen aan de omringende landen. Laten we hopen dat dat eens het inzicht daar zal doordringen en dat het werkelijkheid zal worden. In de parsha van Kedoshim kunnen we eigenlijk het antwoord vinden, het is extra actueel deze week, op het geheim van het voortbestaan van het Joodse volk. Kedoshim, tiju, heilig zullen jullie zijn. Of we zeggen heilig. Heilig betekent eigenlijk afgezonderd. En door afgezonderd te zijn, zich voor te kunnen bestaan. En waarin bestaat die kedusha, die uitgezonderdheid? In allerlei voorschriften van wat wel gedaan mag en moet worden, en van wat niet gedaan mag worden. Een hele reeks van voorschriften. Door ons aan die voorschriften te houden, het vervullen van de geboden daar, en het zich houden aan de verboden daar, dat is dat geweest wat het Joodse volk de mogelijkheid gegeven heeft om te blijven voortbestaan, verspreid over de wereld, waar we ook zijn en waar we zijn geweest, is het Joodse volk 2000 jaar bijna lang dus in die ballingschap en bestaat dat Joodse volk nog steeds. Voorschriften Ben Adam Lamakom en Ben Adam Lachaviro. Regels ten opzichte van God, laten we het noemen verticaal, en regels ten opzichte van elkaar en horizontaal. Dat compleet bij elkaar is de verklaring dat het Joodse volk nog altijd levend en wel bestaat. En als we spraken over Israël, dan is een bekende uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist. En wonderen, ja, wat voor soort wonderen, maar u weet van mij, ik hou van de natuur. Ik heb over Joodse geschiedenis en de wonderen van de Joodse geschiedenis enzovoort, maar ook wonderen in de natuur. En ik kwam pas vlak bij een shul, bij een synagoge, kwam ik een uil tegen. Ja, in een tijdschrift. Maar dat zal dan wel een synagogeuil zijn geweest. En ik las daar een interessant artikel in dat blad over de uil. Ik lees u dat gedeeltelijk voor. Uilen hebben grote oren, verstopt achter vieren. En door die vieren wordt het geluid tot
10 keer versterkt. Misschien wel een idee voor mij, ik ben een gehoorapparaat. Uilen kunnen met hun oren jagen. Ze maken gebruik van de verschillen in tijd waarmee geluid zowel in het linkeroor als in het rechteroor wordt opgevangen. En dan wordt de richting bepaald. Daarnaast hebben ze een uitmuntend zicht. De ogen zitten vast in de oogkas. Met die ster naar voren gerichte ogen kunnen ze de afstand tot een prooi nauwkeurig inschatten. En uilen die in de nacht meestal actief zijn, hebben maar een klein beetje licht nodig om perfect te zien. Maar wanneer het echt donker wordt, dan zien ze niets meer. Maar toch vliegen ze dan door, want ze kennen alle obstakels uit hun hoofd. Een uil heeft 14 wervels in zijn nek. En daarmee kan hij zijn kop ronddraaien tot wel 270 graden. En toen ik dat las, toen dacht ik eigenlijk, hoe zit het met onze nekwervels? Ik vraag u eigenlijk, draait u even met uw nek? Ik weet niet precies hoeveel nekwervels we hebben, maar het is wel heel bijzonder. Die bewegingen die we horizontaal en verticaal kunnen maken. Dat is een mechanisme, dat zit zo perfect in elkaar. Dat noem ik dan weer een godswonder. Ik heb de gewoonte elke ochtend bij het opstaan, bij het uitspreken van de Birchot HaShachar, de ochtendbrachot. En er is een bracha en die zegt, ik dank u God, Pokeach Ivrim, u die de blinden laat zien. Een s'nachts slaap je met dichte ogen. En iemand die met open ogen slaapt en je doet het zo even voor zijn ogen, ziet hij ook niks. En dan word je wakker en dan kan je weer zien. Ook weer zo'n godswonder. En ik heb dan de gewoonte om even met mijn ogen te knipperen. En dan is er een bracha aan die zegt, Matir Asurim. Letterlijk vertaald, die de gebonden losmaakt. Maar daar wordt ook mee bedoeld, 's nachts zit je eigenlijk stil. En als je dan wakker wordt, en dan kan je weer helemaal bewegen. Dus bij het uitspreken van de bracha maak ik altijd bewegingen. Om ervan doordrongen te zijn hoe bijzonder dat eigenlijk wel is. Je denkt, je wil die beweging maken en het gaat. En dan is er een bracha, zo kef kefufim, die de gebogenen, want er liggen toch meestal in gebogen, gedeeltelijk gebogen stand slapen. En we worden wakker en we kunnen weer helemaal opstaan, helemaal rechtop. En dan klop ik op mijn rug, want ik weet dat het is om door je rug te gaan. Oh, dat is zo erg. En als het allemaal beroep is en Godzijdank weer goed is, ja, dan spreek ik dus die bracha uit. En tik ik even tegen mijn rug aan om God daarvoor te danken. Maar nu ik dat artikel van die synagoge-uil heb gelezen, dan ga ik voortaan ook bij het uitspreken van die bracha even deze beweging maken van het wonder van de nek. Ja, even een grapje. In Nijmegen vindt niemand het erg om met de nek te worden aangekeken. Dan moet u wel van voetballen weten om het grapje te kunnen begrijpen. Maar nu, na het bewust worden van het godswonder van de nek, vindt ook niemand meer erg om met de nek te worden aangekeken. En ik wil de volgende gedachte daaraan toevoegen. De nek in het Ivriet, in het Hebreeuws, dat is ha-oref. He, ayin, resh, pe. Het zijn dezelfde letters als pe, resh, ayin, he, paro, faro. En in de boeken wordt ook uitgelegd dat farao wordt vergeleken met de nek.
van achter gezien. En daar is eigenlijk niks te zien. Maar vroeger wel. En Farao heeft gezegd, toen Moshe en Aaron bij hem kwamen en zeiden, wij komen uit naam van God, stuur het Joodse volk weg, laat ze gaan. En hij zegt, lo yadati et Hashem. Die God waar jullie over spreken, lo yadati, die ken ik niet. Die accepteer ik niet. En daarom laat ik het volk niet gaan. Dat is het begrip paro, farao. Maar de wens is nu dat zelfs paro, de nek, wetend dat ook de nek een godswonder is, niet meer zal zeggen, lo yadati et Hashem, ik ken en erken die God niet. Maar dat zelfs paro, dat wil zeggen het negatieve, het afwijzende, nu positief zal worden en zal accepteren. Dat vind ik een mooie gedachte om die mee te nemen voor deze Shabbat en voor de dagen die daarna komen, gekenmerkt door het begrip van Kedushim, heilig. En met deze gedachte wordt het toch makkelijker, en dat wens ik u en mezelf toe, om inderdaad te beantwoorden aan al datgene wat in de parasha ons wordt opgedragen te doen en ons wordt opgedragen te laten. Shabbat shalom. Adoy Shem Nishmor Tzeischa Ovoyecha Miyato Viyato